overcome. Had ik het overgekregen. A sad call. Een heel verdrietige roep. You know, I always talk to my mom every Sunday when we go to preach in some locals. Altijd als ik met haar sit down to call him and we talk. Ik kom naar huis en ik bel mijn moeder op en we praten. But on that Saturday, I did not talk to my mom. Maar op die zaterdag heb ik niet gesproken met mijn moeder. Maar ik heb een oproep gekregen. And the call announced to me that my mom is in the coma. En met de oproep zei tegen mij dat mijn moeder nu in coma is. She was in the coma. Ze was in coma. It was a sad news. Het was een verdrietig nieuws. But then I pick up the